Waar zijn we? We zijn in Münster. Zijn we in Münster? Ja, we zijn in Münster. Ah. Ja, weer een andere plek. Leuk, hè? Gaan we ontdekken. Maar net gaan even op het kaartje inderdaad. Kijken wat we kunnen doen. Ja hoor, en het is weer zover. We mogen weer een weekendje weg. En dit keer gaan we naar Duitsland. We gaan niet heel ver Duitsland in. We willen een beetje dicht bij huis blijven. Dus we gaan, denk ik, Bad Bentheim misschien vannacht overnachten. We gaan het even zien. We gaan Duitsland. We hebben niks geboekt, dus we gaan lekker naar Duitsland. En de bedoeling is ook wel dat we een beetje richting Tecklenburg gaan. Lijkt ons erg mooi. Dus heb je er al zin in? Ik heb er zeker zin in. Ja? Oh, en dan moet ik altijd uitkijken. Dus nee, het wordt helemaal leuk. Dus wij hebben er zin in en we nemen jullie weer mee. Nou, we zijn aangekomen in Bad Bentheim. Een plaatsje wat we allebei nog niet kennen. En dit is een redelijk grote camperplaats waar we nu staan, bij het park. Op de achtergrond zie je het park waar we staan. Het zonnetje is er nog, zoals je kan zien. En nou ja, hier staan we dan. Aan de rand. Dus we kijken uit over het park. En nou, als we even omdraaien, dan zien we daar een tent voor coronatesten. Ja, ja. Ze staan in de buurt. En nou, daar zie je dus het park. Daarachter is de stad. We gaan straks even een rondje maken door een stadje. Ik weet niet of het heel mooi is, maar goed, we gaan het vanzelf zien. Kasteel van Bad Bentheim. En we gaan eens even kijken op de binnenplaats. Dat zag er wel gezellig uit. Althans, we zagen wat parasolletjes en denken dat daar een terras is. En als ik naar links kijk, inderdaad, een terrasje. Thank you.
zijn dan een wandeling begonnen vanaf de camperplaats. Nou ben ik dan weer de plaatsnaam kwijt. Waar staan we? Haller. Haller in Teutoburgerwald. Teutoburgerwald. Zoiets. Ik heb het niet goed ingevuld. Nou, ik zal het wel even hieronder neerzetten. Op de juiste manier. Goed, maar we zijn een wandeling begonnen. En het zonnetje breekt door, want het was niet al te best weer. Maar goed, niet al te grote wandeling. Want we zijn namelijk de steunzolen vergeten mee te nemen voor Esther. Die is helaas, kan niet zonder. Die kan niet zonder steunzolen. Ik ben nog niet zo oud, maar ik heb wel steunzolen. Ja, precies. Nou ja, goed, het is niet anders. We hebben gelukkig nog wel andere schoenen, dus het gaat nog prima. Maar best wel een mooi landschap hier. En, kijk eens aan. Daar is het dorpje. Even iets inzoomen, even kijken of je dat iets beter kan zien. Ja. Dus nou, we gaan een rondje van 5 kilometer maken. En daarna weer uitrusten, dus het wordt een wat minder actieve dag vandaag dan dat we van tevoren gedacht hadden. Ja. Dat is even niet anders. Wel leuk zo hoor. Leuk, lekker relaxed. Ja. Een paar paadjes in de wei, in de verte. Mooie boerderij links. Een mooie boerderij links. Gast, je weet niet wat je tegenkomt hier in deze buurt. Dat is hartstikke leuk. Leuk met die luikjes. Ik kan nog niet meer. Grappig. Volg deze weg 100 meter. We moeten deze weg 100 meter volgen. Haken. Oh, Haken. Ja. Haken aan Teutoburgerwald. Nou, dat is het dus. Nou. Oké. Okay. Haken aan Teutoburgerwald. Dan gaan we het onthouden. Leuk, dat we weten waar we zijn. Nou, dat wisten we al wel, maar. We vergeten niet het zo onthouden, weer, nee. We vergeten het zo weer, ja. De kersen hangen niet meer in de boom. Nee, de kersen liggen allemaal op de grond. Dus de tijd van de kers is al voorbij. We kunnen alleen nog onderaan je schoenen komen. En soms hebben we allemaal rode vlekken in de camper. Ja. Maar goed, misschien verkopen ze nog een doosje kersen in het dorp. Ja, dat is toch wel de kersenroute. Ja, precies. Zaterdag 6 augustus. Heerlijk geslapen hier. Rustige camperplaats. Daar staat het campertje. En zo dadelijk even hier lozen. Maar tegen de bosrand aan. En dus zoals je net kon zien, aan de andere kant vrij uitzicht naar achteren. Hartstikke leuk. Ik zal even laten zien waar we precies staan. We hebben gisteren natuurlijk de wandeling gemaakt in de Haken. Teutoburgerwald. En het is gewoon een gemeentelijke camperplaats. Dit is hem. Hartstikke leuk. Aan de weg. Wel een beetje geluiden van auto's af en toe. Maar verder was het heerlijk rustig. Het is een mooie plek, maar we gaan weer weg. We willen naar Münster. Gaan we daar even kijken hoe het daar is. Dus hebben jullie even een beeld van deze camperplaats? Wel druk, dat wel. Maar goed, hoogseizoen.
Zo, we zijn gearriveerd op de camping in Münster. Althans, in Münster moeten we 2,5 kilometer fietsen. En dan gaan we de stad even bekijken. We hebben een mooi plekje gekregen op de camping. Kijk, daar staat de camper. De fietsen er al voor. En het is eigenlijk een heel mooi stukje. Het is een mix van camping en camperplekken. Dus nou, het is lekker druk overal. Dus gezellig, zou ik maar zeggen. We gaan zo even de stad bekijken. Lekker. Waar zijn we? We zijn in Münster. Zijn we in Münster? Ja, we zijn in Münster. Ah. Ja, weer een andere plek. Leuk, hè? Gaan we ontdekken. Maar net even op het kaartje kijken wat we kunnen doen. Dit is het begin van de stad. Althans, van de oude stad. Bij het park. En ja, het lijkt toch wel een beetje op Nederland, hoor. Met al die fietsen die hier geparkeerd staan. En aan de overkant van de weg ook. Dus ook Duitsland wordt steeds meer fietsland. Dat is wel prettig. We gaan de oude stad eens even bekijken. Hè? Ja, zeker. Echt droog. Weinig water in. Veel kerken hoor, veel torens. Daar. Ja, klopt. Ja. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo. Hallo, goedemorgen. We lopen vanaf de camping. Hier rechts is de camping nog, zie ik. We doen even een wandeling in de buurt van Münster, voordat we straks weer naar huis gaan. Het is natuurlijk zondag 7 augustus alweer. En we gaan eens kijken hoe hier het achterland een beetje is. Dus, jullie gaan het zien. Gaan hun het ook zien? Dat hoop ik. Ja, als we wat beelden maken, dan gaan ze het ook zien. Zeker. Oké. Okay. Even omdraaien. Nou ja. Valt nog niet zoveel te zien, maar misschien straks wel.
Jonger? We waren wel klaar om geoogst te worden, denk ik. Hè? Nou ja, ik heb niet kennis om dat te kunnen beoordelen. Nou, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat het nog leuk is om uit te zoeken hoe we de route op de film kunnen weergeven van bepaalde dingen. Dat moeten we nog even doen, hè? Ja, dat moeten we nog even doen. Ik denk dat dat vinden wij ook leuk om bij een ander te zien. Ja, zeker. Ik zou mensen kunnen helpen. Zo. Toch ook weer iets met paden hier. En hier geen paden? Ja, daar zijn paden. Ja. Het lijkt op die muur helemaal naar voren komt, hè? Ja, dat die bol staat. Ja. Tijd voor een café in Kuge. Ja, toch? Als het is, hè. Zijn ze al wakker? Nee. Dat is jammer, ja. Nou, dan gaan we thuis maar een café zonder kugen doen. Ja, het wordt toch wel aardig wat warmer nu, dus de temperatuur gaat een beetje omhoog. Nou, dat lekker. Lekker hoor. Hey, die route is misschien ook wel met die witte kruisen gemarkeerd. Zie je dat, Fibon? Ik heb al een paar keer vaker die witte kruisen gezien. Ja, ik heb het van het begin niet zo. Links aanhouden. Dat was hem, hè? Rondje. Dat was hem, ja. Bijna leuk. Weer terug. Heel leuk. Ja, toch best wel afwisselend nog. Ja, zeker. Dus, over de velden, door het bos, ja. Langs het water. Ja, en ik zit nu precies op 10 kilometer. Dus als we terug zijn, 10,5 kilometer. Ja. Lekkere start. Lekkere start. Van de dag. Ah, ja. Oké, dat was hem. Op naar de koffie. Op naar de koffie, ja. Ik denk dat we er onderdoor gaan.